Wat zijn jullie aan het doen? Nou, wij zijn een enorme regenboog boven deze NZH-bussen aan het maken. En die gaat straks met de waanzinnig mooie bloemen gaat die gevuld worden. Gemeente Haarlem wil uitstralen dat het een regenbooggemeente is die zich extra inzet voor de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Is dat nog steeds nodig? Het lijkt nog wel steeds nodig te zijn, ja. Ja. In Haarlem valt het gelukkig mee, maar ja, het kan nog veel beter. Ja, maar ik zie iedereen met hyacinthenblaadjes aan het pielen, ja. Maar jullie doen het anders, hè? Nee, dat gaan wij niet doen. Kijk, hier kan je natuurlijk niet in gaan poeren met krammen om daar hyacinthen op te maken. Nee, want de bus komt uit het museum, toch? Ja, de bus komt uit het museum, dus we willen hem niet beschadigen meer dan dat hij al is. DJ Sid die draait knallende muziek. We laten het publiek even swingen aan de kant op de tribunes. En niet te hard natuurlijk, het is geen gay pride. Ja, ja. Toch een ander publiek. Klopt, klopt. Daarna gaan we een wijntje drinken. We gaan die 2 dagen keihard knallen met bloemen en daarna gaan we uitrusten. Dus je rijdt niet mee? Ik rijd niet mee. Ik heb er onwijs veel zin in, het wordt mooi weer. Er komen weer miljoenen mensen langs de kant van de weg te staan, langs de route van Noordwijk naar Haarlem. Dus we gaan er gewoon vanuit dat het goed komt. Ja. En de banden nog even oppompen dan, hè? Ja, de banden oppompen, lijkt me verstandig. Ja. Ja. Ja, en als de oude motor het dan ook houdt, dan is het helemaal geslaagd.